Yo, wat up mensen, super tof jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we lekker Rocket League doen in 2 versus 2 mensen. En het is voor mij al een flinke tijd geleden dat ik überhaupt Rocket League heb gespeeld. Dus we moeten ook vandaag even een beetje inkomen. Hoe anders weer even een beetje werk natuurlijk. Oeh, die is kapot. Is dit een eigen goal helaas? Ik ga hier omhoog. Oh, ik kon daar net niet jumpen. Dat was wel heel kut. Zoals je ze merken, ik moet nog even inkomen. Oh, gelukkig hun ook. Hé joh, ik word gewoon flink weer gebeukt ook. En we zijn de langers, ja dat dacht ik al. Ik hoorde hem komen, toen dacht ik van... Oh, perfecte paas, let's go! We hebben het nog in ons! We hebben het nog in ons mensen! Oh mijn god! We kunnen het gewoon nog. Ik probeer hem naar rechts te tikken, gaat niet goed. Dat is jammer. Die heb jij teammate? Goed jongen. Klasse. Dan heb ik die wel. Oké, die heb jij ook. Oké, dan gaat hij voor die. Oh, hij heeft hem. Oké, dan wacht ik wel even af. Oké, niet nodig. Ik denk als hij nou voor gaat en hij schiet hem nog op de paal of zo, dan kan ik hem nog snel erin tikken. Maar goed schot van mijn teammate. Let's go. Perfecte goal. Alright, zo staan we alweer 2-0 voor. Dan ben ik wel blij mee trouwens. Dat we een beetje een leuk teammate hebben. Die zeg maar wel wat kan. Ik namelijk kan dat niet. Oeh. Op zich, ja, ik moet er wel even inkomen natuurlijk. Wordt dit dan mijn eerste goal? Wordt dit dan mijn eerste goal vandaag? Ja, zeker wordt dit dan mijn eerste goal. Let's go, boys. 3-0. Wordt dit dan ook een racequitje meteen het eerste potje? Dat zal heel ziek zijn. Dat zal heel ziek wezen. Oh. Kloten. Ik zag dit veel te laat. Ik was niet aan het opletten ook. Oh, hij komt al. Oké, die teammate, die kun je schieten. Ja, hoezo gaat hij niet opzij? Bro, ik beuk hem 2 keer die gozer. Oh, heel hard schot. Let's go. 4-0. Ja, deze mensen gaan even hoor. Als deze mensen niet even, dan snap ik het ook niet meer. 3-0 van Jantje namelijk. Ja, maar hun hebben gewoon nu onze hele tijd verneukt, hè. Ah, oh, je was te hard. Het is jammer dat hij hem nog net aanraakt. Maar game nummer 1 hebben we meteen gewonnen. Dus let's go naar game nummer 2. Alright mensen, dan zijn we dan bij game nummer 2 jongens. En we spelen tegen 2 PlayStation mensen en wij zijn 2 computer mensen. Dus hey bro, makkelijk spelletje. Nee, dat heb ik wel afgeleerd. Want PlayStation mensen zijn vaak ook nog wel tering goed ook nog. Oh, wat een goal. Gewoon faken die shit. Gewoon faken mensen die handel. Iedereen trapt daar wel in. Hatsé, goed door dit. Hij dacht ik ga hem hoog doen, maar nee bro. En eroverheen. En dit is een doelpunt. Ja, let's go. 2-0 alweer. Ik weet niet wat er is vandaag, maar... Ik moet vaker gewoon een week lang maar geen Rocket League spelen, want dan gaat het veel beter, joh. Maar ik heb ook wel een gevoel dat ik tegen iets mindere mensen nu kom. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik gewoon. En we missen lekker die boost weer, zoals altijd. Laat ik hem even schieten, namelijk. Wil die hem hoog doen. En dan heb ik die, en dan moet die met eigenlijk daar moest die zijn. Maar waarom ben jij dan in één keer goal? Kijk, hij ging daarvoor. Dat was niet goed. En meteen door. De fake? Oh. Ik weet niet wat hier gebeurde, maar ik probeer hem te beuken. Ja, godver. Oh, wat kut. Ik had geen boost. Ah, dat was heel na dit. Oh, dit is wel perfect teruggelegd. Goeie. En de langers. Oh, sorry.
nog. Het kan nog. Doet hij leuk dit? Doet hij leuk dit, bro? What the fuck, bro, Black? Let's go, man. Kijk hoe hard hij die bal nog raakt. Perfect, hoop. Hij tikt nog even hard voor. En dan tikt hij hem er gewoon even lekker in. En dan staat het alweer 3-1, jongens. Dit is wel. Dit is goed. Dit gaat goed. Hier, balletje voor. Komt ie. Ja, wat een doelpunt. Wat een doelpunt dit. Oh. Hij tikt hem even achterwaarts erin. En ze gaan natuurlijk lieven. Ja, dat had ik al wel verwacht. Oh, wat lekker hoor. We hebben gewoon weer 2 games gewonnen, jongens. Weet je wat? We gaan gewoon nog even een 3e potje doen. Alright, jongens. Dan zijn we dan bij game nummer 3. En we gaan natuurlijk ook gewoon dit potje proberen te winnen. We hebben de aftrap in ieder geval al gewonnen. Helaas. Oh, dit doet nog best leuk. De achterwaartse draai met de zijwaartse schroef. Die weet, we gaan niet campen, jongen. Oh, hij is er al. What the fuck? Dat deed best leuk. Kan niet wachten dat hij zo snel. Teammate, ga niet campen, gast. Bro, je bent alleen maar weer aan het campen. Super saai is dat als je alleen maar gaat campen. Maar ja, kunnen we wel counteren. Laat die boost van hem mogen. Als hij scoort. Oh. Ah, maar schiet hij wel. Ja, goal. Ja, dat is de goal, jongen. Omdat jij altijd op goal staat. Verdomme. Ja, dit is kut. Niks tegen te doen. Hey, bro. Ja, dan doe ik het mezelf. Die moet jij schieten. Godver. Ik miste hem namelijk. Ik was bang, want iemand kwam nog in mijn nek daar. Die zat er eigenlijk in mijn nek. Oeh, die kan erin. Oeh, die mis je. Die kon er ook in, Gerrit. Verdomme. Verdomme je. Ja, wat is dat kut? Dat achteruit rijden. Nou, ga maar de aerial van je pop, jongen. Oh, ben ik weer aangebeukt door mijn teammate. Maar... Kalma, kalma. Gewoon een prima goaltje dit. Dat is gewoon heel rustig afgemaakt dit. Via het plafondetje perfect uitgemeten en hij kon er net niet bij. Dat was het ook wel allemaal uitgemeten, jongens. De wind heeft er ook mee te maken gehad. 1-1, let's go. We gaan dit potje ook gewoon winnen, jongens. De 3e gamepje. Jezus, ik vlieg hoog. Oh, dit doet hij dan wel leuk. Dit doet hij wel leuk. Maar dit was al aanleiding van mij, hè? Oh, hij gaf echt een perfect balletje op zichzelf. Anders was ik er altijd nog. Maar in ieder geval, we staan 2 in voor, dus dat is ook wel leuk. Dan kom 1 tegen 2 is het nu. Ja, daar hebben we allebei niks. Goed, Gerrit! Let's go! 3-2 gewonnen! We hebben gewoon 3 games vandaag gewonnen, jongens. Het gaat best lekker, moet ik zeggen. Kaboom! Blue win. Let's go. MVP'tje, tuurlijk. Ops. En in de lucht blijven. Voor iedereen voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie morgen om 3 uur bij een gloednieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd, bedankt voor het kijken. En later. Later.